In dit gezellige huis wonen Kobe, Danira, Sam en Nouri van der Plaatsen. Nouri heeft elke dag een badje nodig. Kobe, Danira en Sam douchen een paar keer per week. Omdat hun warm water uit een elektrische boiler komt, loopt hun energiefactuur al snel op. Als de familie van der Plaatsen hun klassieke boiler zou vervangen door een warmtepompboiler, zouden ze flink kunnen besparen op hun energiekosten. Een warmtepompboiler verwarmt je sanitair water door energie te onttrekken uit de lucht rondom. Dit gebeurt via een warmtepomp. Deze kan zich in het toestel bevinden dat je in de kelder of garage geplaatst hebt. Of de pomp kan ook buiten geplaatst worden om buitenlucht aan te zuigen. Je kan een warmtepompboiler aansluiten op fotovoltaïsche zonnepanelen, zodat je elektriciteit van je zonnepanelen kan gebruiken voor je boiler. Een warmtepompboiler met A+-label is wat duurder in aankoop, maar in verbruik is hij tot 3 keer zuiniger dan een elektrische boiler. Dit vierkoppige gezin bespaart dus voortaan 300 euro per jaar op hun energiefactuur. Hun investering is dus snel terugbetaald en ze helpen er het milieu mee. Als je een nieuwe warmtepompboiler plaatst, word je bovendien beloond met een energiepremie. Want je maakt een toekomstgerichte keuze, goed voor het milieu en het klimaat. Wil je meer informatie over het gebruik van een warmtepompboiler en over de premie die de Vlaamse overheid aanbiedt? Surf naar energiesparen.be/warmtepompboiler.